Filmmaker Jamie Bailey heeft gebruik gemaakt van het verlopen auteursrecht op de eerste versie van Mickey Mouse na 95 jaar en heeft een angstaanjagende horrorfilm gecreëerd met de iconische muis in de hoofdrol. In zijn nieuwste werk, getiteld Mickey's Mouse Trap, worden kijkers meegenomen op een enge reis waar een groep vrienden wordt geterroriseerd door een moordenaar die een Mickey Mouse masker draagt. Op 1 januari verviel het copyright op Mickey Mouse uit Steamboat Willie, 1928, in de Verenigde Staten, waardoor mensen vrij zijn om de tekeningen kosteloos te gebruiken voor diverse producties. Jamie Bailey greep deze kans aan en bracht een horrorfilm tot leven die de duistere kant van de geliefde muis verkent. De film belooft spanning, angst en een unieke draai aan het klassieke personage. Hoewel de release datum van Mickey's Maus trap nog niet is bekendgemaakt, kunnen filmliefhebbers anticiperen op een meeslepende ervaring die een frisse kijk geeft op het beroemde Disney figuur. Bailey's creatieve benadering van het verlopen auteursrecht op Mickey Mouse opent de deur naar nieuwe en opwindende mogelijkheden voor filmmakers. Eerder kwam vorig jaar al een horrorfilm uit die gebaseerd is op Winnie de Pooh, waarmee een trend lijkt te ontstaan van duistere interpretaties van geliefde kinderfiguren.